Steeds meer mensen kijken op internetfora als ze iets willen weten over de ervaringen van consumenten met bepaalde producten of diensten. En dat brengt bedrijven op een idee. Stiekem reclame maken, terwijl bezoekers denken dat het gaat om een reactie van een gewone consument. En dat levert soms wel haast kolderieke situaties op. En met gepaste trots kan ik u zeggen, het volgende filmpje is tot stand gekomen met medewerking van André van Duin. Ik ben Joost Akkerman, ik kom uit Amersfoort, ik ben 16 jaar en ik had tot voor kort ontzettend veel last van acne. Maar ik heb een middeltje gevonden dat bij mij in ieder geval heel goed werkt. Als je van alles al geprobeerd hebt en niks werkt, nou dan zou ik dit echt proberen, want ik denk dat je versteld zal staan. Is dit nou spam, is dit reclame of is dit hulpvaardig ten opzichte van andere acne-jongeren? Een internetforum, bedoeld als plaats waar je met andere geïnteresseerden informatie kunt uitwisselen. Anoniem. Iedereen kan zijn mening, ervaring en kennis opschrijven in een forum zonder zich bekend te maken. Maar hoe weet je nou of het positieve bericht over bijvoorbeeld een makelaar of een acne-zalfje niet geplaatst is door de makelaar of de zalfjesfabrikant? Radar is op zoek gegaan naar herkomst van wel zeer positieve berichten op verschillende fora. En bekijkt het met trendwatcher Krijn Schuurman, zoals dit forum voor scholieren. Ja, dit is een bericht van ene Joost op het forum scholieren.com. En die vertelt dat hij een probleem heeft met acne. Maar die vertelt vervolgens ook dat hij daar een hele goede oplossing voor heeft. Het is een huidpoeder in combinatie met revitaliserende crème. En het is onder andere hier te vinden. En dan verwijst hij met een linkje naar een bepaalde crème die iedereen met hetzelfde soort probleem zou kunnen helpen. Onmiddellijk valt op dat die link, daar staat nu scholieren.com, dus die is door een moderator, dat is de beheerder van het forum, eigenlijk de scheidsrechter. Die heeft de link aangepast, want die heeft dat dus blijkbaar beoordeeld als dit is toch wel behoorlijke reclame. Want dit is niet iemand die oprecht vanuit zijn ervaring vertelt, maar dit is misschien wel iemand die echt puur de bedoeling heeft om andere scholieren naar die crème toe te lokken om hem ook aan te schaffen. Je kunt hier dus als gewone forumlezer wel al een beetje uit opmaken dat er een grote kans is dat Joost bewust een mooi verhaaltje ophangt. Gaan we naar het Viva-forum. Dan is hier een onderwerp geopend door Viva zelf over werk en salaris. Ons oog valt op een reactie in dit forum waar ene Esther onder de naam Webrep zeer positief bericht over thuiswerken. Ja, ik werk thuis voor HP. En het voordeel is dat ik kan werken waar en wanneer ik maar wil, als ik mijn deadlines maar haal. HP wil dit soort werk op een positieve manier belichten. Ik weet niet of iemand hier interesse voor heeft. Ik zet voor de zekerheid mijn link er even bij. Nou, deze persoon heet Webrep. Dat staat voor Web Representative, oftewel een vertegenwoordiger van een bedrijf, in dit geval van HP. Maar aangezien er in forums heel veel nicknames, dus bijnamen worden gebruikt, zal dit door veel mensen niet herkend worden als een term. Webrep. Het is een afkorting van Web Representative. Een soort vertegenwoordiger dus. Het is absoluut een vertegenwoordiger en dit is bedoeld vanuit HP om eigenlijk op plekken te begeven, virtuele plekken waar gepraat wordt over onderwerpen waar HP wellicht een oplossing voor heeft. En als gewone forumgebruiker kom je daar niet altijd achter. Normaal gesproken als iemand een bericht heeft gepubliceerd, dan kan je op zijn naam klikken. Of dan krijg je leeftijd, hobby's en nou ja, wat iemand dan ook allemaal van zichzelf wil prijsgeven. Als ik dat hier doe bij de Webrep, dan krijg ik de melding dat ik ingelogd moet zijn. Dus ik als niet Viva Forum lid kom er niet achter wie deze Webrep is, behalve dan dat ze Esther heet. Als we zelf wat verder kijken, dan zien we dat deze Esther werkt voor Webrep Associates. Webrep Associates is een bedrijf dat een aantal mensen in dienst heeft, veelal studenten. En die namens een opdrachtgever, dat kan HP zijn of Microsoft, op het internet rond gaat kijken, in forums, op weblogs, wat er over die klant gezegd wordt. En vervolgens gaan deze Webrep zich mengen in discussies op fora. En als gepraat wordt over een probleem en je zegt ik heb een oplossing heel ergens anders, namelijk dat en dat bedrijf, is dat tamelijk commercieel. Ja, duidelijk is dus dat fora, ingesteld voor en door de consument, gebruikt worden voor promotie van bedrijven. Maar wat ook al snel blijkt, is dat er keihard wordt gelogen. Er worden verhaaltjes verzonnen zonder dat je het in de gaten kunt hebben. Zo vinden we op ons eigen radarforum een topic geopend over het makelaarsbedrijf iBlue door een zekere Sylvia Lief. Nou, wij gaan naar elkaar. Ja, dat is niet makkelijk. Nee, het is zeker niet makkelijk. Maar ja, dan moeten we dus ook ons huis verkopen. Terwijl hier in Hoofddorp, nou, dat gaat niet zo snel, hoor. Kent iemand een makelaar die niet duur is en wel garantie heeft? Omdat wij dit forum zelf beheren, is door ons te achterhalen wat het IP-adres is van deze lieve Sylvia. Een IP-adres is een cijfercode die identiek is voor een internetaansluiting. En wat blijkt, zij heeft toegang via de internetaansluiting op de Kruislaan 402 in Amsterdam. Via de Kamer van Koophandel komen we erachter wie de buren zijn op de Kruislaan. Ja, u raadt het waarschijnlijk al, iBlue-makelaars. Het is dus niet verwonderlijk dat haar zogenaamde noodkreet voor het verkopen van haar huis in Hoofddorp wordt beantwoord door, inderdaad, ook weer iemand die via het IP-adres is te herleiden naar de buurman van iBlue-makelaars. Ja, ik ken wel een makelaar die vrienden hebben ook gebruikt van mij, hè? iBlue. Bovendien zijn ze goedkoop en verkopen ze op allerlei soorten manieren en diensten en huizen. Ja, ja. Vervolgens is ook op dit bericht gereageerd door iemand die zegt te werken bij een concurrent. Hij schrijft dat iBlue beter is dan zijn zogenaamde huidige werkgever. Ik ben zelf een makelaar. Ik werk al ruim 5 jaar in de makelaardij. En ja, zover ik weet is er maar één makelaar die het aandurft om een verkoopgarantie te geven, en dat is iBlue-makelaars. En zo wordt het hele onderwerp vol leugens in scène gezet. Bij een ander onderwerp over makelaars in ons forum, dat juist gaat over ellendige ervaringen met iBlue, staat natuurlijk weer een lovend verhaal van een zogenaamde klant van iBlue. Nou, ik heb zeker iets positiefs te melden over iBlue. Uiteindelijk heeft iBlue mijn huis in 7 weken verkocht. Nou, dat is sneller dan ik had verwacht. En vanuit welk IP-adres is dit geschreven? Juist, de zogenaamde buurman van iBlue. En het laatste bericht is geschreven door de directeur van iBlue zelf. Inhoud, de geweldige openheid en transparantie van iBlue. iBlue-makelaars vindt openheid en transparantie erg belangrijk. Wij zijn alleen maar succesvol als u, als klant, voor ons kiest. En wat blijkt, ook dit IP-adres is weer hetzelfde als die van de zogenaamde buurman van iBlue. Wie die buurman is, als we wat verder zoeken zien we dat de internetaansluiting van de buurman een naam heeft. iBlueGateway.twproductions.nl. En de afzender, het e-mailadres van de enige positieve klant, bevat de volgende woorden. Le Jalmar. We kijken weer bij de Kamer van Koophandel. En daar zien we dat Le Jalmar zakenpartner is van iBlue-makelaars. In een reactie zegt de directeur van het bedrijf dat ze een intern onderzoek zijn gestart. Ze vermoeden dat mensen misbruik hebben gemaakt van hun internetverbinding. En zeggen dat ze na een recente verhuizing de beveiliging hebben verhoogd. Meer kon of wilde de transparante directie van dit bedrijf niet zeggen. De topics op het radarforum, waarvan wij menen dat er sprake is van reclame, zijn inmiddels gesloten.